RTL Boulevard was maandag aanwezig bij de presentatie van de nieuwe biografie van Willybrod Frequet. De showrubriek had Maxime Hartman erop afgestuurd en hij sprak tijdens de bijeenkomst met zowel Willybrod als zijn vrouw Gesina Lodewijk-X. S'avonds zat Maxime in de studio van RTL Boulevard om zijn eigen item te becommentariëren. Maxime vertelde dat hij geschrokken was van Willybrod's gezondheidstoestand. Ik schrok wel hoor, want hij is er wel echt slecht aan toe. Hij staat, vind ik, echt wel met één been in het graf al. Het is echt een oude kwetsbare gast geworden. Ik vroeg ook nog: Moet ik wat liever voor je doen? Hij zei: Nee, dat hoeft niet. De tv-maker: Hij is in de kern nog wel dezelfde teringhond, want het is wel gewoon een teringhond, laten we eerlijk wezen, maar het is moeilijk om hem hard aan te pakken nu, want hij is heel kwetsbaar. Hij is heel broos. Het is natuurlijk ronduit respectloos om Broert een teringhond te noemen, maar dat hoort allemaal bij de act van Maxime Hartman. Een act die alleen de makers van RTL Boulevard kennelijk nog leuk vinden. Marike Elsinga en Luc Ickink moesten in elk geval hardop lachen om deze grappig bedoelde belediging. De vierde persoon achter de desk, Fatima Morera de Melo, ging niet mee in dat schaapachtige gelach van haar collega's Marike en Luc en liet haar afkeuring blijken. Luc even later lachend, waarom vind jij het een teringhond? Daarop legde Maxime uit: Het is gewoon een bloedzuiger van de bovenste plank, natuurlijk. Het is ook niet slecht als je een teringhond bent. Hij kan ook wel wat hebben. Tot slot sprak Maxim de verwachting uit dat Willybroort nog voor de lente dood is. Het zou mij niks verbazen als hij binnen een paar weken begraven of gecremeerd wordt. Gesina en Willybroort zaten gisteren samen aan de talkshowtafel tafel van Bo van Ervedorens. Zij sprak daarin haar afschuw uit over de uitspraken van Maxime. Willybrood doet alles vanuit zijn hart, en dan zag je helaas gisteren bij zo'n Maxime Hartman, om dat toch even te zeggen, die hem dan een teringhond noemt, wat zogenaamd lief en leuk bedoeld is. Dan denk ik, ik vind dat heel respectloos. Maxime voelt zichzelf verwant met Willybrood, maar dat vindt Gesina lachwekkend. Wat ik van Maxime vind, is dat hij een kunstje doet, en Willybrood heeft het altijd vanuit zijn hart gedaan. Alles wat hij heeft gedaan. Willybrood tot besluit: je gaat me toch niet vergelijken met die gozer? Gesina: nee, schat.